wat leuk dat je weer komt kijken bij een filmpje van Renske Creatief. Nou, ik heb weer een aantal hele leuke boeken binnengekregen. Waaronder dit boek. Een boek geschreven door Bas den Braver. Mini waterwereldhaken. Nou, de boeken van Bas ken ik al heel goed. Want ik heb in 3 van de 4 boeken heb ik mogen testhaken. Dit boek is me helaas niet gelukt omdat ik toen ziek was. Dus dat lukte niet om daarvoor test te haken. Vind ik jammer, maar ja, dat maakt niet uit. Het boek is in ieder geval weer heel gaaf geworden. Nou, ik ga jullie weer meenemen. Ga je mee naar de mini-waterwereld. De onderwaterdieren in het boek Waterwereld Haken krijgen nu gezelschap van hun vrolijke, gehaakte mini-watervriendjes. Voor nog meer waterpret. Pak je haaknaald en spring in het heldere blauwe water. Zwem langs de kleurrijke koraalvelden. En daal diep af in de zee. Onderweg kom je een heleboel blije onderwaterdiertjes tegen. Met elk een uniek karakter. Van inktvis Ivo, die de mooiste tekeningen maakt. Met zijn inkt tot zeepaardje Soran, die het liefst uren meedijnt op de golven. En kreeft Kjell, die met zijn scharen vrolijk meekleppert met de Spaanse flamenco muziek. Bind ze aan je sleutelhanger of aan een ketting of maak ze als tractatie. Haak ze allemaal en breng ze steek na steek tot leven. Mini Waterwereld Haken is het 4e haakboek van Bas den Braver alias Sabas. Met zijn debuut Bloemenpoppen Haken, best verkocht nieuwe haakboek van 2018, wist hij in 1 klap een plek te veroveren in de haakwereld. De haakpatronen van Sabas zijn populair vanwege de superduidelijke stap-voor-stap omschrijvingen en veel uitbundige foto's, waardoor de ontwerpen voor zowel beginnend als gevorderde haker een feest zijn om te maken. Nou, meer van zijn patronen vind je ook op zijn website. En het boek is uitgegeven door Cosmos. Nou, en hier zie je al een voorbeeldje waar ze brosjes erachter hebben gemaakt en een sleutelhanger. Dus verschillende manieren om hem te gebruiken. Nou, uiteraard kan ik niet de patronen laten zien, want er zit copyright op. Maar ik ga jullie toch meenemen in het boek. Nou, wat ik altijd heel handig vind in het boek, is dat hij een extra flap heeft met de gebruikte afkortingen. Dus die kan je tussen je patroon doen. En dan kan je toch heel makkelijk kijken van, hey, wat was die afkorting ook alweer? En aan het eind, zie je alle boekjes. Nou, die 3 boeken heb ik ook mogen meehelpen met de testen. Super gaaf om te doen. En hier zie je ze allemaal op een rijtje. Leuk, hè? Nou, ik ga jullie een stukje meenemen in het boek. Er zit weer een voorwoord in van Bas. Nou, dit is Bas. Hele vriendelijke man. De inhoudopgave. Nou, wat je nodig hebt... Steken en technieken, hoe lees je de patronen, handige tips, basispatroon en toepassingen. Nou, het boek zit weer vol met super gave foto's. Nou, uitgebreid wat je nodig hebt, verschillende steken. Nou, dat ben je gewend bij de boeken van Bas. Sowieso bij veel boeken van Cosmos. Hoe lees je de patronen? En wat ik heel gaaf vind, dat kan ik wel een klein stukje laten zien, is dat ze beginnen met kleurtjes. Dus begin en dan de kleur. Nou, dat doet hij in het hele boek. Dus als je een kleurwissel hebt, dan geeft hij dat ook fantastisch aan. Nou, ik blader even door. Toepassingen, die kan ik wel laten zien. Hier zie je dat ze een sleutelhanger ervan maken, hoe je een ketting ervan maakt of een leuke broche. Ja, je kan er zelf natuurlijk van alles bij verzinnen. En wat superleuk is, bij ieder dier staat er een foto met een verhaaltje. Nou, dit is de goudvis Gigi. Of Gigi, ik weet het niet. Kwal Koos. En ook hier zitten, kijk, zoals je hier al ziet, heel leuk allerlei illustraties ook rond het patroon. Ja, zo gaaf. Zeemeermin Kim met mooie helderblauwe oogjes. Octopus Odette. Die heb ik ook in het groot gehaakt voor zijn vorige boek. Inktvis Ivo.
En je kan natuurlijk ook gigantisch qua kleuren nog variëren, hè? Hi Hein. Ja, die vind ik echt superleuk met het maskertje op. Even kijken. Clownfiskaat. Zeemeermin Dana. Leuk met de bikini en een mooie fin. En het kroontje natuurlijk in de haren. Kreeft Kiel. En dat was hem alweer. Nou, ik vind het echt weer een superleuk boek. Ja, die staat heel leuk in mijn boekenkast tussen de andere patroontjes. Ik gok dat mijn jongste zoon, die kan ook haken, dat hij erg graag aan de slag gaat met deze projectjes, omdat die te overzien zijn. Ja, ik vind het een leuk boek. Ik hoop dat je wat had aan deze review. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik zou het leuk vinden als je abonneert op mijn kanaal, dan mis je niks. Vergeet niet dit bericht te liken. En wie weet, tot de volgende keer.